Hoi, dit is de wereldberoemde Jan Klerks. Wat ben je aan het doen vandaag? Coachen. Maaike en Rianne. Oké. En je, dat zagen we net nog in beeld, maar je liep hier te zeulen met... Onderdelen van... Het rubberbootje wat lek is. Ah, oké. Er is een rubberbootje lek. Ja. En hoe gaat dat dan verder vandaag met de rubberbootjes? Zijn er voldoende? Ja, in principe zijn er voldoende bootjes. Alleen in niet alle bootjes kunnen twee mensen. Dus als wij zoals straks Rens mee willen nemen, dan moeten we even sloppen met de bootjes. Oké, dus dan moet er een onderhandeling aan te pas komen. Precies. Om de bootjes goed te verdelen. Ja. Gelukkig is Francesco erbij. Misschien kunnen we hem vragen om dat te bemiddelen als het nodig is. Waarom ben je hier eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik werk vanuit het NOC en ik kom bij alle sporten langs om te kijken of ik de coaches kan ondersteunen in hun werk. Okay. Dus ik kijk vooral naar groepsdynamische processen en naar leiderschap en dat in relatie met de prestatie. Dus het effect van gedrag van coaches, of het efficiënt is om die prestatie te halen. Oké, dus jij bent eigenlijk wat meer bezig met Susanna dan met ons eigenlijk. Maar nou ja, of eigenlijk beide fronten ben je natuurlijk bezig. En als je nou ons team in een paar steekwoorden moet omschrijven, wat jij ervan hebt gezien, wat zou je dan zeggen? Gedreven, enthousiast, betrokken en op weg naar een medaille. Mooi, dankjewel.